Hoi, leuk dat je kijkt. En in deze video wil ik je graag meenemen door onze reis hoe wij een stuk minder vlees en vis zijn gaan eten. Op dit moment eten we maximaal 1 keer per week vis of vlees. En de rest van de week eten we vegetarisch. Dit zijn we niet in 1 keer gaan doen. We zijn eigenlijk gewoon langzaam steeds meer avonden vegetarisch gaan eten. En dat scheelt natuurlijk ook al als je nu de hele week vis of vlees eet. Dan kun je gewoon eerst beginnen met 1 dag of 2 dagen naar vegetarisch. Of als je al vegetarisch eet, bijvoorbeeld naar veganistische recepten. Ik heb een aantal veganistische recepten die ik heel erg lekker vind. En die eet dan ook graag. De kinderen ook. Het is me ook al een paar keer gelukt om van lekkere ingrediënten echt iets totaals oneetbaars te maken. En nou ja, daar eet je dan ook niet meer. En wat ik bij mezelf merk als ik op zoek ben naar een recept met vis of met vlees, is dat ik echt kijk naar iets waar ik ontzettend veel zin in heb. En dat als ik het dan klaarmaak, dat ik er ook veel meer van geniet dan dat ik elke dag vis of vlees eet. Vaak zijn het ook heel veel recepten. Zoals spaghetti. Heel veel mensen die maken spaghetti met gehakt. Heb je zo geleerd. En ja, er zijn ook heel veel lekkere andere spaghetti recepten zonder gehakt. Ik ben er zelf niet zo van om hetzelfde recept te blijven gebruiken. En dan het vlees te gaan vervangen door een vleesvervanger. Bijvoorbeeld in die spaghetti. De spaghetti.